Een dijk die bijna 2 dagen van tevoren kan voorspellen wanneer hij doorbreekt. Die is gebouwd in de provincie Groningen. Daar zitten speciale apparaten in die kunnen meten of de grond van de dijk niet te droog wordt. Zo kunnen wetenschappers zien of de dijk versterkt moet worden. Met de resultaten van het onderzoek hopen de wetenschappers voortaan beter een dijkdoorbraak tegen te gaan.